Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Ridda in de Ring. Vandaag ben ik in Almere en ga ik trainen met niemand minder dan Brandon Vos. Hij is een van de grootste talenten van dit moment en gaat mij vandaag wat leren. Ik ben benieuwd, dus blijf kijken. Brandon, hoe is het? Alhamdulillah, met jou? Alhamdulillah, goed. We zijn weer in deze gym. Yes. Ik ga vandaag als het goed is een techniek leren van jou. Ja. Weet je al een beetje wat jij mij gaat leren? Ja, ik denk dat we twee dingen gaan doen. Mm-hmm. We beginnen eerst met de rechtse directe. Dat is mijn favoriete stoot. Daar hou ik wel van. Ja. En dan gaan we een leuke techniekje daaraan doen. Oké. Okay. Yes. Laten we gewoon laten we de ring in gaan, man. En kijken hoe het gaat aflopen. Let's go. Bij deze techniek gaan wij eerst een patroon creëren voor onze tegenstander. Okay. Yes. Zodat diegene denkt te weten met wat ik ga komen. Yeah. Of wat jij mee gaat komen. Yeah. En daarmee doe je precies het opposite. En dan kom je wel met een techniek waarmee je aan het dreigen bent. Okay. Dus wat gaan we doen? Ik ga je het uitleggen. Je leidt in, dekking hoog. Yeah. Met een linker trap, waarbij je een switch maakt. Yeah. Een switch. Juist. En je gaat weer stabiel staan. Je maakt een tweede, weer een switch en een trap. En let op, nu komt ie. Wanneer je de tweede switch maakt, denk ik dat sowieso door te hebben. Ja. Waarbij ik heel snel neig naar de dekking toe te gaan. Je maakt een switch, ja, en blijf daar en kom met de rechterhoek. En dan maak je alsnog de trap vanuit die positie. Shit. Yes. Maar gebruik jij deze techniek vaak in je wedstrijd? Ja, zeker. Ik gebruik hem ook anders. Ik gebruik hem ook uit stand. Ik gebruik hem of naar het lichaam en dan een hoge trap. Ja. Het is niet specifiek alleen dit. Het is echt het switchen en een patroon creëren met of een linker of een rechter trap. En dan letterlijk het opposite. Letterlijk, ja. Je gaat 26 maal de ring in. Yes. Hoe voel je? Ik voel me top. Ik train gewoon echt twee keer per dag. Goed rust, goed eten. Dus de voorbereiding is super. Ik heb er echt veel zin in. Ik heb een ijzeren tegenstander. En je wordt ook gezien als een van de grootste talenten binnen Fusion. Ja. Hoe voelt het om die naam te dragen? Eerst met ongeloof, man. Ik heb nooit echt hoog geschoten voor binnen de sport. En tijdens de corona wilde ik het bijna ook opgeven. Okay. En toen kreeg ik een laatste kans, tenminste in mijn optiek. Ja. Weet je, een laatste kans vanuit Infusion kreeg ik die geworpen naar me toe en die pakte ik met beide handen. En hier zijn we en dan krijg je dit allemaal op je afgeroepen. En dat is te mooi, man. Gruwelijk, man. En wat gaat er gebeuren 26 maart? 26 maart gaat er oorlog komen. Echt, wij beiden houden van naar voren treden en je gaat zien, er gaat vuurwerk ontstaan. Ik zal er zijn, man. Ik ben benieuwd. Dit was Ridda in de Ring met Brandon Vos. Yes. Heb je nog wat te zeggen? Komen jullie 26 maart of check de pay-per-view of wees er live bij. Het wordt een knalpartij. Oes. Laat in de comments weten wie jij de volgende keer wil zien. En dan ga ik langs. Ciao.